Hallo, kijk zo niet. Ik ben Bart, vraag weer wat ze van Rivier. De vorige week ben ik hier gebleven en we zijn nu bezig. Of ik ga nu bezig met de Operation Wizard Boom of zoiets. Of paid licenses. Geen idee. Maar ja, ik ga dus nu weer verder, want we zijn nu bezig om de Gaviera een beetje kapot te krijgen, hoop ik. Dus hopen dat het gaat lukken. Ik ga deze in ieder geval ook even eventjes neerzetten. We hebben behoorlijk veel manpower op het moment. Of ik wil ook nog de Blitzkrieg Tactics binnenkort hebben. Even zien. Close even, die doe ik er nog even bij. Nee. Oké, dat vind ik wel prima. Zet er jou gewoon daar even bij. Dus dat gaat betekenen dat we de Northern Lights gaan overnemen binnenkort. Dus dat zal wel heel goed zijn. Voor de resources die daar zitten. Zoals je ziet zijn dat een behoorlijk bad. Dus die hebben we eigenlijk wel nodig. Italy is just fine against this. Nou, dan moeten we niet hem. Dan moeten we niet hem. Want dan gaan we dit front wat ik bij Nederland heb opgesteld, gaan we dan gewoon hier gebruiken. We hebben in ieder geval nog heel wat vliegtuigen die we op dat gebied kunnen gooien. Dus dat geeft ons wel meer superiority, hoop ik. En de ene divisie die kan wel. Negen divisies hebben we daarvoor nodig. Nou ja, dat komt nog wel. Oh, we hebben ook nog hier wat van. Zo dus. Oké. Ik wil nu ook even wat close air support gaan regelen, want die zullen we natuurlijk wel nog even zien. Welke is dat? Of we doen het niet, kan ook. In ieder geval, we hebben ook betere carriers binnenkort. Dat zal helemaal goed moeten komen, zien. Oké, dus dat betekent dat de Sovjets in ieder geval goed bezig zijn om op hun aan te vallen. Even kijken. Wacht, ze proberen het weer.
Oké, jij moet dit even een beetje volhouden. Hoppakee. Dus nu kunnen we richting Zweden. What the fuck is going on? Ik snap er helemaal niks meer van. Oh. Er gaat zoveel wat hier aan de hand is. Maar betekent dat ook niet dat Frankrijk oorlog met hun heeft? Fuck, hun zitten ook in de allies. God damn it. Oké. Okay. De Sovjet-Unie heeft dus nu ook oorlog met de allies. Oh, verdomme. Hou op met al die pop-ups. Ik haat dat. Ja, sure. Motherfuckers. Hier was ik niet op voorbereid. Dus dat betekent dat we nog een front hebben. En al die andere divisies. Alles en iedereen moet daarheen. Deze moet gewoon weg. Dit is zo annoying. Nou ja, hopelijk komt het allemaal weer goed. Wel, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat ik hem leuk vond. Geef like, en dan zie ik hem ook weer. Later.